Goedemorgen allemaal. Leuk dat je weer op een vlog van mij hebt gekwikt. Volgens mij heb ik gisteren de vlog niet afgesloten. Dus, jammer. Het was heel gezellig gisteren. Ik heb me nu weer omgekleed. En we gaan nu denk ik de rots op. En ik heb eigenlijk niet heel veel zin in. Maar ja, we zullen zien. Ben ik weer thuis. Vraag jezelf niet af wat dit is. Het is een soort van in elkaar gefabriceerd met een leuke sticker erop. Ik heb vandaag niet vlogd, want ik heb vandaag klommen, nog iets staat hier nu onder wat we nog meer hebben gedaan en geabzaald, maar dat kon ik natuurlijk niet filmen. Dus en het regende op een gegeven moment en toen ben ik met mijn voet uitgegleden en ik heb mezelf zo opgevangen. Jammer genoeg lag er een steen onder. Dus waar het stickertje nu zit, heb ik best wel een snee zitten. Waar dus best wel veel zand en modder in heeft gezeten. Dus ik denk dat ik morgen toch nog heel even langs de huisarts ga voor zekerheid. Mocht het geruimd worden of wat dan ook. Want het is wel iets dieper dan een normale wond. We zijn dus vanuit het Krimbos teruggereden naar huis. We zijn langs de Mac gestopt. En vervolgens zijn we hier naar huis gereden. Ik heb nu alle spullen daar allemaal staan. En daar ga ik morgen allemaal opruimen. Maar ik ga nu lekker uitslapen. Nee, niet uitslapen. Want ik ga morgen dus op tijd de huisarts bellen om te kijken of er plek is. Vervolgens kijk ik dus hoe laat ik dan naartoe moet. En dan ga ik daarna nog even in bed liggen. Want ik merk wel aan mezelf dat de afgelopen dagen best wel pittig is geweest. Ik ben komende week nog vrij. Dus we zullen zien hoe het gaat lopen. Ik wil jullie voor nu een fijne avond wensen. Slaap lekker. En als je dit in de ochtend kijkt, heb een fijne dag. Val niet en glij niet uit en val niet op een steen, zoals ik. Dat is misschien wel slim. Dan hoop ik jullie morgen weer te zien bij een nieuwe vlog. Slaap lekker en tot morgen. Doeg!